Welkom weer terug bij de Survival. De vorige keer heb ik deze prachtige enchantment ruimte gemaakt. En op deze plek heb ik Mick en de Pro getrold met een TNT van. En ik denk dat ze dat niet heel leuk vonden, dus ik voel een kleine oorlog aankomen. En daarom ga ik vandaag mijn kasteel beter beveiligen. En dat leek me eigenlijk wel een goed idee voor beveiliging om dan hier een prachtige gracht om ons hele kasteel heen te bouwen. En nou zitten er hier een aantal dingetjes in de weg, zoals deze composter hier en een stuk van het farm. Ik wil hem gewoon 2 breed maken natuurlijk. En dat betekent dat hier dan ongeveer nog eventjes 1 open stukje moet blijven voor een soort van opening. Dat niet dadelijk alle wheat in de fik vliegt. Dat moeten we natuurlijk echt niet hebben. En dan wil ik hier eigenlijk gewoon even een gracht hebben. Gewoon helemaal 2 breed om ons hele kasteel heen. En wat ik ook nog wil gaan doen vandaag is een hele muur bouwen om al onze huizen. Een soort van tweede muur. En dan wordt dit gewoon een beetje de veilige spot waar je echt ultra veilig bent. Gewoon omringd door 2 muren. Dat lijkt me wel het beste. En dan denk ik dat als we ooit een akkefietje krijgen met Mick of met de Pro, dat we wel veilig kunnen zijn in ieder geval. En natuurlijk hebben we nu ook een enchantment table. En die gaat ons ook ontzettend helpen, hoop ik. Want die moet er gewoon voor gaan zorgen dat de Noob en ik ontzettend sterk gaan worden. En eens eventjes kijken. Ik ga hier meteen nog even een stuk weghakken. Deze hele gracht moet 1 diep worden. Maar dat ga ik jullie besparen. Dus ik spoel zo even door totdat ik het gedaan heb. En zoals jullie kunnen zien heb ik de gracht al 1 diep uitgegraven. Maar natuurlijk moet die nog veel dieper worden. Maar 1 diep is natuurlijk helemaal niet genoeg. Hij moet nog veel dieper worden. Echt iets van 4 of zo. En dan moet het denk ik wel goed komen met dit ding hoor. Ja, ja. Even kijken. Wat zit hier? Oh, hier zit onze ruimte. Hey, hallo. Wat ben jij aan het doen hier? Jij bent dirt aan het graven, hè? Ja, 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 ja. Ik ben dirt aan het graven. Ik zie gaan graven. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Daar ben ik mee bezig inderdaad. Oh, dat is wel leuk. Zie je wel dat dirt heel leuk is? Oh, wacht, wacht. Jij houdt van dirt natuurlijk. Kun jij niet even hier een gracht maken? Want we gaan ons kasteel even wat beter beveiligen. En ik wil nog een grote muur. Ook om jouw huis. Voor alle creepers en de bottenmannen en zo. Ja, maar dan mag ik wel de dirt houden. Ja, zeker. Je mag de dirt houden. Je mag het allemaal. Maar er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Deze stenen, die moet je laten staan. Die hier staan. Oh, maar voor de rest mag het allemaal hier allemaal 4 diep. Ja, maar die hoef ik toch niet. Nee, dat snap ik. Ik wil alleen dirt, hè. Kijk, hier. Ik heb een mooi schepje voor je. En, Jij jij mag lekker scheppen, inderdaad. Nou, dan ga ik lekker steen hakken, oké? Okay? En als ik terug ben, is het klaar. Is dat goed? Ja, 4 diep, hè? 4 diep. Ja, of 5 diep. Wat jij wil. Oké, nou, succes. Dag. Doei doei. Oké, mensen, voordat ik ga, ga ik nog heel eventjes snel mijn pickaxe wat beter maken. En daarvoor heb ik hier natuurlijk een anvil. Want de vorige keer heb ik een hele... Waar zijn mijn pickaxe heen? Oh, hier zit sowieso Mick achter. En waarom zijn ook al mijn dieren ontsnapt? Waarom zit er hier een schaap in de grond? Wat is dit? Wat heeft Mick nou weer gedaan? Of zijn ze gewoon vanzelf ontsnapt? Ik heb geen idee. Er zit ook een schaap bij de koeien. Oké, dat is ook al super raar. Weet je, deze schapen die mogen allemaal neer. Ik heb geen zin om ze terug in een hok te doen. Laat ik eens even... Even kijken, want ik heb hier nog wel wat andere pickaxe. En hier zit efficiëntie op. En die kan ik op zich wel heel erg goed gebruiken. Die silk touch ook. En als ik nou ook nog deze erbij doe. Ja, ja, dan heb ik ook nog eens unbreaking, dames en heren. En dan kan mijn pickaxe gewoon echt alles aan. Dan hoef ik ook helemaal geen steen meer te smelten. Dus dit gaat heel erg veel werk schelen, verwacht ik. Oké, dat is top. En de noob is ook al lekker bezig. Oh, wat gaat het lekker, zeg. Ik ga eventjes een hele hoop spullen hierin doen. Ja, noob, wat is er? Ik heb een lekkage. Een lekkage? Hoe kom je dat? Hoe krijg je dan er weer voor elkaar? Wil jij een gracht met water? Want die zit al in de gracht. Nee, er moet uiteindelijk lava inkomen. Want dan... Lava? Ja, we hebben misschien een oorlog, Noob. Ik heb het nog niet echt verteld. Maar misschien ik heb een beetje ruzie gemaakt met Mick en de Pro. Dus, Met Mick en de Pro? Ja, daar heb ik ruzie mee gemaakt. Ja, inderdaad. Dat is het ook echt. Want ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan. Ik heb ze getrold omdat ze zeg maar samenwerken. En ze vinden het niet leuk dat jij nu hier woont. Dat vinden ze heel erg. Oh, nee. Maar dat was helemaal niet de bedoeling dat zij dat zo erg vonden. Nee, daarom. Dat is ook heel raar. Maar ja, ik denk dat we ons gewoon moeten voorbereiden op het ergste. En dan... Ja, je hoort nu bij mij. Ze zijn nu ook tegen jou. Ook tegen mij? Maar ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. Ja, ik ook niet. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik weet het ook niet. Ik heb ze niet meer gesproken nadat ik ze heb laten ontploffen met TNT. Oh, dus. Nee. Maar dan moeten we wel goed diepe lava.
Java maken. Ja, ja, precies. Nee, je begrijpt het meteen inderdaad. Ik ga even steen hakken, oké? Okay? Ja. Oké, okay, doei, doei. Doei. De plek waar ik de vorige keer Mick en de Pro heb getrold, lijkt me een goede plek om steen te gaan hakken. Oh, maar eerst moet ik nog heel even deze skeleton killen, want die staat echt enorm in de weg. Holy damn. Zo, hoppa. En nu gaan we eens even kijken. Oh, yo. Mijn pickaxe is ziek snel, dames en heren. Dit is echt niet normaal. Kijk dan. Oké, dit is echt top. Ja, hier ben ik ontzettend blij mee. Zo kan die muur er echt binnen no time komen te staan. Eerst moest ik altijd, zeg maar, met een hele slome pickaxe dit steen hakken. En dan ook nog in een oven doen. Een kwartier wachten voordat het klaar was. En dan kon ik pas bouwen. Maar nu kan ik er dadelijk gewoon echt meteen van die bricks van maken. En dat gaat echt super veel tijd schelen. Dus hé, daar ben ik best wel blij mee. En eens eventjes kijken. We hebben gewoon al een stack. Echt in no time gewoon. Deze pickaxe die ga ik voor altijd bewaren. Dit is echt een top ding. En ik denk dat ik binnenkort ook even een video met een noob ga maken. Waarin ik hem ga verrassen met allemaal nieuwe geenchanted tools. Alleen denk ik dat hij nog geen idee heeft wat een geenchanted tool is. Maar daar gaat hij vanzelf achter komen. En dan zat ik eigenlijk te denken om hem een schepje te geven met efficiëntie 5. Zodat hij echt super snel dirt kan hakken. Nou, ik denk dat ik hem niet blijer kan maken dan dat. En ik heb gewoon al 2 stacks steen, dames en heren. Dit schiet toch enorm op. Dit is toch niet normaal. Ik ben er hartstikke blij mee. En ik wil dadelijk ook de rails wil ik gaan verwerken in de muur. Maar dan wel met een soort van controle erbij. Dat ga ik later nog een keer doen. Zodat niet zomaar iedereen binnen onze muren kan komen. Natuurlijk liggen de waardevolle spullen echt in het grote kasteel wat we nu al hebben. Maar zo kunnen we dadelijk echt allerlei dingen gaan maken die ons super goed gaan beschermen. Hopelijk. Dat is natuurlijk nog maar net de vraag. En wat zit hier dan weer achter? Wat zijn dit? Oh, ik heb weer zo'n hele ruimte gevonden. Oh, kijk, dit is echt top. Dit kan ik ook wel heel erg goed gebruiken nog voor in de toekomst. Dus hier ga ik zeker ook even iets van een stack van meenemen. Deze kristallen ook. Ja joh, die gaan er super goed bij staan. Ik zat namelijk nog te denken om wat mooie vlaggen op de muren ook te maken uiteindelijk. En daarvoor kan ik deze dingen wel heel erg goed gebruiken. Maar ik heb alweer bijna een stack, dus ik denk dat ik het erbij laat zitten. Ik vind het wel genoeg. We zijn hier voor steen vandaag en niet voor deze mooie dingen. Hier kan ik weer omhoog. Ja, ja, ja. Oh, ik kan ook zo snel een geheime bunker maken nu met deze pickaxe. Dat is echt absurd. Oh nee, oh nee. We hebben hier een skeleton, dames en heren. Bam, 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 bam. Let's go. Die is neer. Wij willen hier geen skeletons hebben. Die moeten gewoon allemaal neergaan. Ik ga nog eventjes doormijnen en dan laat ik jullie zo zien waar ik precies de grote muur wil gaan bouwen. Om dit hele gebied wil ik dadelijk een mega grote muur gaan bouwen. En zoals jullie zien heb ik maximaal veel stone gehakt om dat voor elkaar te krijgen. Dit zal alsnog niet genoeg zijn. Maar goed, hey Noob, hoe gaat het met jou? Gaat hij al lekker? Ik ben 13 aan het zetten. Zo, ik zie het inderdaad, ja. Dit gaat er wel mooi uitzien zo, hoor. Zo. Ja, heb okay. Ik zo goed gedaan. Ja, ik vind ik het echt wel netjes. Rond. En ik heb allemaal water was er al binnengekomen, maar dan heb ik wel weer dicht gedaan. Oké, oké, oké. Met steen. Hier. Oh, hier, steen. Maar het komt via hier binnen, zeg maar. Dan kunnen we het in principe ook even zo regelen. Dat we zeg maar dit zo doen. Zo, kijk. En dan kan ik hier dit zo neerzetten. Kijk, daar gaat het ook weg. Oh, dat is bam. Ducht. Ja, ducht. Yes. Hè? Dat is altijd beter ducht. Ja, ja. Lekker, en hier heb hoor. Ik dat ook gedaan. Maar hier heb ik dat volgens mij wel goed gedaan. Oké, wacht. Ik ga eens eventjes kijken. Dit heb je netjes kijk, daar gedaan, komt hoor. Ook allemaal water uit. Oké, nou, dit ziet er al heel erg ziek uit. Dat heb je goed gedaan, Noob. Ja, dit is vet, hè. Als het eigenlijk allemaal lava in zit. 100%. Ik kan niet wachten, ik kan niet wachten. Maar ik ga eventjes de muur bouwen. Wil je misschien meebouwen? Want ik denk dat de gracht er wel diep genoeg is zo. Ja, zo denk ik ook wel dat dat niet heel goed werkt, denk ik. Ja, ja. Oh, wacht. Ja. Ik heb bij jou trouwens zo'n stone cutter neergezet. Dat is een heel erg gevaarlijke zaagmachine. Dus ik zal hem wel even gebruiken. Want we moeten natuurlijk nog eventjes wat mooie blokjes hiervan maken. Ja. Ja, ja. Hier, hoppakee. Hoppa. Wacht, krijg ik meer als ik het hierin doe? Dat is de vraag. Nee, oké. Okay, maar ik ga het wel via hier doen. Dit gaat veel makkelijker. Bam. Wat vind jij een beetje een mooie muur om te bouwen? Een hele dikke muur of een hele simpele muur? Wat is een beetje jouw moet smaak? Een hele dikke muur, want als zij echt boos zijn op ons, dan moeten we onszelf wel goed beschermen. Ja, dat is wel waar. Maar ik denk dat we vandaag even beginnen met de dunne en dan gaan we gewoon een keer nog echt 10 blokjes dik maken. Dan kan er gewoon niemand meer doorheen. Ja. Ja, ja. Dat gaan we gewoon doen, joh. Dat komt helemaal goed. Maar ik heb bijna alle stone gemaakt dan, Noob. We kunnen zo aan de slag. Oh, daar gaan we doen. Ja, ja. Ik heb er ook echt wel zin in om dit gewoon even helemaal goed te fixen. Dat er gewoon even helemaal niemand meer erin kan. Ik denk dat dat ook wel slim is om te doen. Ja. Zo, bam, bam. Ja, ik heb het allemaal. Ik denk dat we aan de slag kunnen, Noob. Yes! Yes, yes, yes! En eens even kijken. We kunnen het beste bij het station beginnen, want dat is het meest moeilijke stukje. En als ik jou dan gewoon even een hele hoop steen geef, dan maak ik wel een soort van omleiding hoe de muur moet komen. En dan, ja, dan kom jij er wel uit, denk ik. Ja. Ja, 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 ja. Let's go. Hij moet gewoon zo en dan zo.
zo, en dan zo, en dan zo, 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 zo. Maar ze kunnen... Oh nee, maar je moet hoger, hè, die muur, maar ga ik doen. Ja, ja, jij mag hem dadelijk heel erg hoog maken. Want hier kunnen ze gewoon overheen. Ja, dat klopt, dat is niet de bedoeling. Misschien dat we hem, als we hem zo hoog maken overal, is dat hoog genoeg, denk je? Ja, dat denk ik wel heel hoog. Ja, dat is echt hoog, hè? Hier, kijk eens even, ik heb een hele hoop blokken. Kun je die allemaal vasthouden of niet? Oh, ja. Kijk eens, top. Oké, nou dan ga ik gewoon even verder met de omleiding, joh. Ik denk dat het echt een mega muur gaat worden, Noob. De stadsmuur van de Paarse Stad. Ja, van Paarstad. De echte stadsmuur. Er is er ook maar één. Dit is de enige echte. Ja. Oh, dit gaat zo vet worden. Ik denk echt dat het een heel erg groot klusje gaat worden wel. Maar het gaat wel heel erg mooi eruit zien uiteindelijk, hoop ik. Kijk dan, joh. Oh, dit wordt zo'n ontzettend lange muur. Ik denk dat ik gewoon alvast aan deze kant al begin met invullen. Nou, trouwens. Ik maak wel eerst even het rondje af. Dan kun jij alvast beginnen met hem hoger maken, oké? Ik ga hem hoger maken. Oké, tot zo. Tot zo. Oh, dames en heren, ik kom hier al aan bij het huis van de Noob. En daar moet natuurlijk ook echt een mega grote muur omkomen. Want ja, dat moet gewoon heel erg stevig zijn. En niemand, maar dan ook echt niemand, mag daar natuurlijk inbreken. Want dan heb je een probleem met de Noob. En dat wil je niet. Kijk, en hier moet eigenlijk ook gewoon even een lijntje nog onderuit. Maar weet je, dat doe ik later wel. Het is maar even dat er een grote muur staat vandaag. Dat is gewoon even het belangrijkste wat we moeten doen. Anders dan kunnen er dadelijk allemaal mensen omheen en zo. En dat moeten we gewoon echt niet hebben. Ik bedenk me gewoon nu pas hoe reusachtig deze muur gaat worden, mensen. Dit wordt echt niet normaal. Dit wordt echt de meest grote, hoge muur die je ooit hebt gezien gewoon. Zo. En oh nee, we moeten hier een bochtje maken. Maar dat moet dadelijk sowieso. Dus weet je, laten we het gewoon nu maar alvast doen. Kijk, ik probeer gewoon op deze manier dan telkens dat bochtje te bouwen. En eens even kijken. Dan doe ik dat gewoon zo op deze manier, denk ik. Zo. En dan mag deze weg. En dan bouw ik hier nog even een mooi stukje muur. Hoppakee. En weet je wat? Dan maak ik dit stuk muur gewoon hier aan deze muur vast. Ik denk op zich dat het helemaal niet zo'n gek idee is. En dan kunnen we hier misschien nog ooit een extra muur maken, maar dat zien we dan wel. Het is gewoon meer dat het vanaf de kant waar Mick en de Pro zitten heel erg goed beveiligd is. En dan gaat zeg maar de gracht hier nog onderdoor. Dat was een beetje het idee. Ja, ja, ja. Dit wordt fantastisch. Hoppakee. En dan mag dit trappetje weg. En dan zet ik hier ook even een mooi blokje op zo. Oh, hoe gaan we dat doen? Zo, hoppa. En ik denk dat ik dan gewoon vanaf hier nog even de muur verder ga maken. Want ja, daar was het gewoon een heel erg gek hoekje. En laat ik hem dan maar even zo doen. En dan bouw ik hem gewoon even helemaal deze kant op. Ik heb meer stone nodig. Ja, ja. Oh, dit gaat echt een mega project worden. Ik ben ook wel echt benieuwd hoe ver de Noob dadelijk al is. Maar dat gaan we zo zien. We zijn weer bijna waar dat we begonnen zijn. Dus dat is wel chill. Deze boom die mag weg. Gadverdamme. Bah. En hier plaatsen we dit eventjes weer helemaal mooi vol. En deze boom staat ook enorm in de weg, mensen. Die moet ook gewoon wegwezen. En de muur moet nog een heel stuk die kant op. Dus ik ga maar snel even doorbouwen. Want dit gaat nog wel even duren anders. Kom op, kom op. En hier moet de muur eigenlijk ook nog een beetje onderdoor komen zo. Want dit is namelijk weer gewoon de treinbrug die we hier hebben. En dan moeten we hem hier zo aan elkaar aansluiten. En wow, yo, Noob is echt al ver met die muur, joh. Dat is niet normaal. Een metselaar. Wow, ben je er weer? Ben je daar zo? Oh, ik kom even kijken. Ik hak gewoon hier even een fence weg. Boeien, wacht. Ik dacht dat ik jou hoorde. Ja, ja, ja. Ik hoor jou ook. Ik hoor jou ook. Je bent niet aan het spacen of zo. Je bent er nog. Ik ben de muur aan het metselen. Aan het metselen? Goed hoor. Ja, ja. Het ziet er echt al prachtig uit. Wow, yo, je bent echt al ver inderdaad, joh. Ja, metselnoep ben ik. Metselnoep. Metselnoep. Heb je nog genoeg blokken? Ja, nog. Ik heb nog wel wat blokken. Oké. Nice, nice, nice. Als je er meer nodig hebt, dan moet je er maar even zeggen. Ja, ik heb nog 3x64. Oh, maar dat is op zich wel nice. Dat ja, maar ze gaan wel heel snel, want het is wel echt een hele grote muur. Ja, het is echt een hele grote muur. Daar heb je gelijk in. Het is eigenlijk niet normaal. We moeten eigenlijk gewoon echt even nog meer blokken hebben straks. Maar ik denk dat we er trouwens wel uit kunnen komen, joh. Zo ontzettend groot is nou ook weer niet. Ik ben hier ook wel even aan de plaatsen voor mijn leven. Hop, hop. Dit is hoe onze stad er nu vanaf boven uitziet. En hier gaat toch helemaal niemand meer doorheen komen? Of nou ja, dat is eigenlijk pas als de hele muur staat natuurlijk. Anders dan is het nog best wel mogelijk om er overheen te komen. En ik zit even te denken, Noob. Als jij misschien deze mooie muur kan afmaken, dan ga ik eventjes wat lava zoeken om de gracht even te vullen. Want dat moet ook nog gebeuren. Oké. Nou, tot zo, hè. Tot zo, Gielikke. Doei, doei. Dit is de markt.
mine waar ik de vorige keer een heleboel obsidian gehakt heb. En hier ben ik om nu wat lava te halen. Want ik heb heel erg veel lava nodig. En oh, ik hoop maar dat ik genoeg lava heb. Oh, ik sta erin. Dat was niet de bedoeling. Snel al die lava meenemen hoor. Dit gaat niet goed. Oh, ik sta in de fik. Help! Ik ga gewoon eventjes hier zo omheen lopen. En hierheen. Ik ben gelukkig weer uit de fik. Oké, dat is top. En ik ben al veel te veel buckets aan het vullen hier, zie ik. Dit kan weg. En dit kan weg. En dit kan weg. Dit is wel genoeg. Ik ga gewoon even naar boven en deze lava plaatsen. En dan is het nu tijd, mensen, om dit hele ding vol te plaatsen met lava. Oh ja, dit gaat wel eventjes wat tijd kosten. Ik moet dadelijk ook gewoon nog veel meer lava gaan halen. Dat ga ik jullie echt allemaal besparen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie dadelijk weer terug als ik het allemaal geplaatst heb. Zoals jullie kunnen zien, is de lavagracht helemaal vol. Alleen, ik denk dat dit voor de noob iets te gevaarlijk is om overheen te springen. Dus ik ga even een soort van mooi klein bruggetje maken. En daarvoor ga ik even wat slabs gebruiken. Zo, hoppa. En dan kunnen we er overheen. En als we dan echt aangevallen worden, dan kunnen we in principe wel ooit even dit weghakken. Want dan kan er natuurlijk helemaal niemand meer naar binnen. Zo. Ja, dit is op zich wel een mooi bruggetje zo, denk ik. Zo, hoppa. Kijk eens, mensen. Dit begint al ergens op te lijken. En dat ga ik ook meteen even aan de andere kant doen. En ik ga zo ook even meteen de noob uitleggen dat hij niet de lava in moet lopen. Want het zou toch zonde zijn als hij dadelijk meteen neergaat van de lava, weet je. Dat gun ik hem dan ook weer niet. Oké, hak even deze dingen weg. Dan doe ik hier even wat hout. En oh, dat is er één te veel. Zo, hoppa. En dan plaats ik dit nog even hier. En kijk eens, dames en heren. We hebben gewoon even een prachtige brug gemaakt en een mooie lavagracht. Ik ga even kijken hoe dat er bij de noob gaat. Noob, waar ben je? Ik kan je nergens vinden. Hé, noob, waar ben je, man? Noob. Ik ben buiten. Ik ben van de muur gevallen in het water. En hoe kom ik er nou weer in? Ja, wacht. Ik kom eraan. Ik kom je redden. Kom maar. Ik loop naar je toe. Hallo. Oh, ja. Ik was van de muur gevallen. Nou, kan ik... Oh, ik kan misschien nog hier wat. Ja. Kijk, je kan er hier zelfs nog overheen. Kijk, het is een heel klein stukje. Ik was echt zo ver. Ja, dat klopt. Maar ik was daarachter bezig en ik was er afgevallen. Trouwens, jij bent echt al ziek goed bezig met die muur. Kijk dan hoeveel je al gedaan hebt. Je komt ook echt goed op tijd, want ik heb nog maar één blokje. Ik heb hier in ieder geval nog even een hele hoop steen voor je. Maar... Oh ja, dan kan ik weer door. Goed zo. Zullen we maar gewoon gelijk doorgaan met het bouwen van de hele muur? Want ik denk dat het een beetje saai is voor de kijkers als ze dat allemaal moeten kijken. Laten we dat dan gewoon gelijk doen. Oké, succes Noob. Ik begin aan de andere kant. Ja. Dit is de muur en hij is eindelijk af. Noob, we zijn helemaal klaar met de muur. Kijk dan even, dit is zo groot. Wauw, we hebben echt veel stenen neergezet. Wij zijn echt metselaars. Wij zijn echte metselaars, dat heb je heel mooi gezegd. Daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk dan hoe mega dat dit allemaal is, joh. Dit is toch niet meer normaal. Nu zijn we veilig. En de lava heb je ook mooi gedaan. Ja, hè? Dat ziet er ook top uit. Ja, zullen we daar ook eens even gaan kijken? Want, ik zit vast. Ik moet hier omhoog. Zo, hoppa. Oh, nee. Ja, jij kan het gewoon nog veel beter, hè, dat lopen. Jeetje, ik ben het met de dirt. Met de dirt? Kan ik dat heel goed. Omdat als ik op de dirt loop, dan weet ik heel goed waar ik moet lopen. Zo, je kan heel erg goed kijken waar je dan moet zijn met de dirt. Ja. Maar kijk dat eens even, joh. Hier komt toch niemand meer overheen? Of ja, als we deze brug weghakken, dan kan helemaal niemand meer door. Die moeten we niet weghakken, want dan gaan we... Kijk uit. Ik ga er dadelijk invallen. Doe nou normaal. Kom eruit. Zo gelukkig maar. Ik ga dan van dood, maar dat moet eigenlijk alleen voor de slechte rikken. Ja, maar daarom heb ik speciaal voor jou deze brug gebouwd, zodat je er niet in zou vallen. Dus loop maar gewoon heel voorzichtig, ja? Ik ga wel gewoon hier in de regen, koelt wel lekker af. Ja, dat wel. Ik heb het wel warm van al dat bouwen. We hebben wel warm. Hé, Noob, ik wil je super erg bedanken voor het bouwen van deze muur. En ik hoop niet dat onze ruzie met Mick en de Pro nog heel erg uit de hand loopt. Ik hoop niet dat het veel erger wordt en dat we dan echt ruzie krijgen. Ja. Maar we hebben wel nou echt hele goede verdediging gemaakt. Oh, 100%. Hier komt niemand doorheen. Klik hier als je wilt zien waar Mick op dit moment mee bezig is. Ik ben wel heel erg benieuwd, want daar is denk ik al wat plannetjes aan het smeden. En klik hier om te zien waar de Noob op dit moment mee bezig is. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga deze video zeker checken. En deze ook. Dus vergeet zeker niet even deze video's te checken. Vergeet ook zeker niet even te abonneren hier beneden. En mensen, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Doei doei.